Hoi, dit is Monique van Moniloom. En kijk eens wat ik vandaag heb binnengekregen. Het pakje uit Amerika van Rainbow Loom. En hier zit mijn nieuwe Alpha Loom in uit Amerika. Maar goed, daar heb ik dat pakketje niet voor besteld. Maar natuurlijk voor de speciale bandjes die hierin zitten. En mijn dochter van 10 gaat me helpen om het over te maken. Zeg maar even hallo. Hallo. En dat gaan we nu doen. Hier heb je het mesje. We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe ze eruit zien, alle nieuwe kleurtjes die ik heb besteld. Oh. Niet te hard erin. Nee. Yes. Tadaa. Wauw. Wat vind je ervan? Wow. Kijk eens even. De Alpha Loom. Wat heb je daar allemaal? Iets naar beneden houden. Hou eens iets naar beneden. De Alpha bandjes. Ja, heel goed. En wat zit daar allemaal? Oh, allemaal LA bandjes. En nog de shoots. Prachtig. Ik ga ze even allemaal één voor één aan jullie voor de camera laten zien. Nou, eerst de Alpha Loom maar eens bekijken. Die ziet er zo uit. Ik ga hem eventjes openmaken. Zo, hier nog een. Ik ga hem even zelf draaien. Dit is hem dan. 7 pinnetjes aan allebei de kanten. Dichter op elkaar. Nog steviger dan de dan de monstertail. Met deze mooie haaknaald. Waarbij je dus zo alles in één keer eroverheen kan haken. Nou, nog een haaknaald erbij. Ook handig. En dan hier doorzichtige elastiekjes die je dus nodig hebt als je van die murals of van die armbandjes maakt. Altijd handig om daar ook nog wat meer van te hebben. En de Alpha bandjes zelf. En ik wist natuurlijk dat deze de 4 kleuren bij zaten. Of tenminste, 5 zijn het er. Zwart en wit, blauw, rood en geel. En daarom heb ik de andere kleuren erbij besteld. Nou, ik zal het niet te lang maken. Ik ga zo snel als ik kan een video maken met iets leuks voor de Alpha Loom. En je weet het, hè, je kan het altijd ook op de gewone loom maken. Alleen moet je dan dubbele elastiekjes gebruiken. Of ze dubbel vouwen. Nou, dit was de Alpha Loom. En even kijken, hier is het zakje met de Alpha bandjes die ik erbij heb besteld. En dat is dus de groene. En de oranje. En de turquoise. En dan nog paars. En roze. Nou, samen met dit standaard zakje denk ik dat ik dan wel heel veel kleurtjes heb. Hoe ziet zo'n zakje er nou uit? Nou, die bandjes zijn dus wat dikker. Dat kan je zo wel zien. Ze zijn kleiner en een stuk dikker, waardoor je die mooie V'tjes krijgt. Er zitten er 500 in. Er zitten ook 70 doorzichtige bandjes in. Dus in ieder zo'n zakje zit, krijg je ook die doorzichtige erbij. Dan kan je zien dat het echt gemaakt is om van die armbanden te maken. En de 24 clips. En
En als ik bijvoorbeeld deze paarse eens even openmaak, is het altijd wel leuk om eentje even dichtbij te zien, denk ik. Dan haal ik deze weer even weg, al die kleurtjes. Als ik deze paarse openmaak, dan ziet het er dus zo uit. Wow, netjes opgevouwen. En de bandjes zelf zien er zo uit. Heel gek. Ik had al gehoord dat ze heel klein waren. Moet je kijken hoe strak ze zijn en hoe klein. Dat gaat vast een mooi ding opleveren. En de doorzichtige bandjes zijn wel gewoon dezelfde maat. Verder niet. Dat is het. Super mooi. Ik ga snel door met wat ik nog meer heb besteld. Ik heb wat aanvullingen besteld voor mijn Silk Collection. Dat, ik weet niet of je dat nog weet van de vorige keer, maar dat zijn die bandjes met die prachtige satijnachtige buitenkant. Zoals deze. En daar had ik ook nog geen rood van. Ik heb daar ook maar rood van besteld. Het voelt wel als luxe hoor, jongens. Ik wil jullie niet... hoe heet dat? Jaloers maken. Oh, maar ik vergeet helemaal te zeggen dat ik één pakje van wat ik straks allemaal ga uitpakken. Dus wat ik aan het uitpakken ben. Één zakje heb ik voor jullie extra besteld. Dus dat is de kleine winactie, dat ik straks één zakje ga weggeven. En ik zal je straks laten zien welke het is. Ik heb ook nog de gele Silk. Dus ik zal die rode even openmaken. Je ziet deze rekken wel lekker. Blijven heel mooi in vorm. En dan krijg je dus die prachtige witte glans. Aan de zijkant. En van die Silk Collection had ik al. Kijken of ik het zo goed kan laten zien. Ja. Had ik al deze kleurtjes. En nu kan ik daar dan dus oranje, rood en geel bij doen. Nou, volgens mij heb ik ze dan allemaal die er bestaan. Dus. Lucky me, zou ik zeggen. En dan had ik ook nog besteld van de Sweet Collection. Daar ben ik helemaal weg van. Bijvoorbeeld deze armband heb ik die ook gebruikt. Ik vind dat zulke mooie elastiekjes. Zeg maar die blauwe en die paarse zijn dat met die glitters in de zijkant. Terwijl ze er niet afgaan. Kijk, ze zijn ook wat dikker. Vind ze zo mooi. Ik had daar ook nog geen geel van. En mijn blauwe was op. Dus heb ik die blauwe ook gekocht. En bruin. Eerst dacht ik ook niet met bruin. Maar soms is het zo mooi in een armband. Dus ik heb ook maar de bruin besteld. Een beetje gekke kleurtjes die ik allemaal heb besteld. Helemaal niet mijn kleuren. Maar dat is juist omdat die aanvulling is. En dan deze zwart. Die ga ik openmaken. Die is extra mooi. Moet je kijken hoe mooi. Ik dacht eerst, zal ik het doen zwart? Maar moet je kijken hoe mooi die glinstertjes hier bij dat zwarte zijn. Daar ga ik ook wat leuks van maken. Jullie zullen het zien. Zwart. En dan heb ik ook nog een ander mooi zakje. Dat is de Sweet. En dan Blue Paradise Mix. Het zijn allemaal blauwe. Mix, dus een mix van blauw. Ook allemaal die Sweets. Die prachtige Sweet Collection. Eens kijken. Was dit er? Nog één kleur. Ook zo'n rare kleur voor mij dan. Spearmint Green. Groene dus. Ja, die vind ik ook echt heel mooi. Lijkt me dat het ook heel mooi past bij alles wat ik al heb. Even kijken, dit was het. Want als ik je even laat zien wat ik van deze, dit is een beetje gekke kleuren, maar wat ik al had, zijn een beetje mijn lievelingskleuren. En die kan je hier zien. Even kijken of ik die goed kan laten zien. Zo. Ik
Kijk, ik had al deze mooie blauw. En rood had ik al. En wit en groen. Roze. Nou, die is dus bijna op, die blauw. Volgens mij is het ook net een ander kleurtje blauw. Deze en die. En daar kan dus nu mooi die geel bij. Die pop maar. En die zwart. Zwart mooi. De groen en de bruin. Kijk, nou heb ik alle kleurtjes. En hier heb ik de donker oranje. Dat lijkt net rood. Ook prachtige kleur. Dan heb ik nog geel. Je ziet al dat ik rood, oranje, geel niet zo veel had. Ik vind dit iets minder mooi. Maar ach, lijkt wel een beetje goud. Dan heb ik hier nog roze, de Pink Frost L1. Die zag ik liggen. Ik dacht, nou laat ik die ook doen. Dan deze, die had ik al, de Royal Purple, maar die was bijna op. Geweldige kleur vind ik dat ook. De Gemstones, die had ik ook al, maar daar wou ik er nog wel wat meer van. Dus ik leg die even hier zo. En, oh ja, deze had ik ook nog besteld. Die vind ik ook ontzettend mooi. Dat is de Brons. Nou, daar ga ik echt hele mooie dingen mee maken. Die wil ik heel graag hebben. Ik ga hem even openmaken. Zo. Brons, moet je kijken. Dat lijkt me echt super mooi. En dan heb ik nog een speciaal kleurtje. Oh ja, deze nog. Die lijkt er ontzettend op, maar dat is dan de Burgundy LA. Kijk. Nou, die lijkt er heel erg op, maar die is iets lichter. Nou ja, handig. Dan heb ik in ieder geval genoeg van die kleuren. En dan heb ik nog twee bijzondere zakjes van die LA. Die zijn even apart. En dat zijn deze. Dat leek me echt zo leuk eigenlijk om te hebben. Dit is de Mixed Marble. Het zijn allemaal kleurtjes door elkaar en ook in één bandje zitten verschillende kleuren. Dus ik ga even overmaken. En dit is de Fireworks. En dat zijn lichtgevende bandjes. Kijken. Ja, ze geven licht en zijn ook lekker fel. Ook wel leuk. En deze. Die leek me zo bijzonder. Kijk dan. Op allerlei mogelijke manieren hebben ze allemaal kleuren. Het lijkt me heel leuk in bepaalde armbanden staan. Dan ga ik even zoeken wat mooi is. Deze is ook leuk. Nou, super super. Oh, en dan heb ik nog één ander zakje. Die kon ik niet weer staan te kopen. Die leek me zo mooi. Die is van de Jewel Layer. Dus dubbele laagjes. Pearl, hoe noem je dat? Nou ja, collectie. Spiral Galaxy. Moet je kijken. Ik kon hem echt niet laten liggen. Of tenminste, ik moest hem even stellen. Ga ik ook even openmaken, want dit zijn 5 kleuren als het goed is. Met bijvoorbeeld turquoise en zwart. Het leuke en roze en zwart. En groen en zwart. Rood en zwart, donkerblauw en zwart. Wat ik zo mooi, dit zijn de kleurtjes. Wat ik zo leuk vind is dat de binnenkant zwart is in plaats van wit. Je hebt natuurlijk heel veel twee kleuren en dan zijn ze of twee kleuren of met wit. En nou, ik weet nog niet wat ik ervan moet maken, want ik vind het altijd heel lastig om hier wat van te maken. Maar ik ga het zoeken. Echt geweldig. Zo. Voor die LA-bandjes geldt natuurlijk hetzelfde, dat ik daar ook al heel wat van had. En dat wat die ik nu heb gekocht, dat dat een aanvulling is. En je ziet hier de Gemstones liggen. En de... Oh, ik kan deze heel moeilijk laten zien. Deze kan iedereen, heeft iedereen in Nederland kunnen kopen, maar die zijn ook hartstikke leuk.
witte. Ik had al groen. En even kijken of ik het kan laten zien. Ik had al deze mooie blauw. Ik had roze. Die paars had ik dus al. Ik had deze mooie roze eigenlijk ook al in carbon. En de blauw. Dus deze kleuren had ik al. En je snapt dat daar die mooie oranje en die gele en zo er super mooi bij kan passen. Alle kleurtjes nu heb. Dan, voor ik ga laten zien welk zakje ik dan twee keer voor jullie, of één keer ook voor één van jullie heb besteld, laat ik nog even iets anders snel zien. Dit zat niet bij mijn Amerika bestelling, maar deze heb ik via, wel uit Amerika, maar via deze DB iemand anders heeft die besteld voor mij. Dus daar was ik al helemaal super blij mee. Maar ik vind het toch leuk om jullie ook even te laten zien. Dit zijn de 6 pins, extension bases, zeg maar. En het idee is dat je hiermee 2 rainbow looms heel makkelijk aan elkaar kan koppelen. Ik heb hem nog niet opengemaakt, maar je zet dus zeg maar zo een rainbow loom erop en zo. En die blauwe zitten natuurlijk, die zitten allemaal zo onder je rainbow loom. Maar deze zet je dus zo neer. En hup, je klikt er 2 rainbow looms op en je hebt er 2 naast elkaar. Dat, ik zag dat die niet zo scherp was. Zo, dat lijkt me ontzettend handig. En nou, die ga ik ook wel een keer gebruiken, die zie je wel in mijn video's. En deze kan je ook in Nederland bestellen trouwens. Samen met nog wel wat andere bandjes die ik hier heb. Niet die LA, helaas niet. Maar wel de Alpha Loom en dat is op www.rainbowloomnederland.nl. Niet dat ik reclame wil maken, maar anders gaan mensen toch vragen. Dan weet je, deze kan je daar bestellen. En de Alpha Loom ook. En ook de Alpha Loom bandjes. En nog wel wat andere dingetjes. Dus het is wel de moeite waard om daar eens te kijken. En dan nu. Welke ik dubbel heb gekocht, zodat ik er één kan weggeven, is deze. De Blue Paradise Mix van de Sweets. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik heel graag iemand blij wilde maken met die Sweets. Omdat ik die zelf helemaal geweldig vind. En ik dacht, ik neem dan deze, want dan heb je verschillende kleurtjes en dan kan je er altijd wat mee. Je kan altijd een combinatie maken. Bijvoorbeeld ook deze armband. en dan doe je er nog wit bij of zo van de andere mix die wel in Nederland te koop was. Dus, wil je meedoen? Wat moet je doen? Voor 13 juli, maandag 13 juli, dus tot en met zondag 12 juli 10 uur 's avonds, moet je 3 dingen doen. 1. Abonnee zijn van mijn kanaal. 2. Een reactie achterlaten dat je mee wil doen. En 3. Als je onder de 18 jaar bent, moet je toestemming vragen om mee te doen. Want als je wint, heb ik je adres nodig. Dus, wil je graag dit zakje winnen? Er zitten er 600 in. Laat dan een reactie achter. Geef deze video een duimpje. Dan wordt hij ook weer wat sneller gevonden. En dat helpt mij ook weer. En dan zal ik op maandagmiddag 13 juli, wanneer bij ons hier de vakantie begint, zal ik bekendmaken wie dit zakje heeft gewonnen. Nou, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. En, en de winnaar zal ik bekendmaken in de beschrijving onder deze video. Helemaal bovenaan zal ik dan zeggen wie de winnaar is. Oké, bedankt. Dag!